we toch ietsje beter elkaar leren kennen, iets intiemer worden. Ik dacht, ik laat je even mijn ouders zien. Dit zijn mijn ouders. Grapje natuurlijk. En ineens hebben we normale lippen. Nee, dan. Dit... weet je wel wie het wel zijn? Deze mensen zijn in het nieuws, hè, nu. Dit is Marcia de Wachter, die linker uiteraard. En Steven van Akkeren. En Marcia de Wachter die is directielid van de Nationale Bank. En die gaat weg. En dat was al het enige vrouwelijke directielid van de Nationale Bank. En Steven van Akkeren moet haar opvolgen. Maar dat betekent dat er dus helemaal geen vrouw meer zit in de directie. En dat is natuurlijk belachelijk. En als iets belachelijk is, dan is Zuhal de Mier er als de kippoegij om te zeggen dat iets belachelijk is. En anders kunt u natuurlijk wel afvragen. Anno 2018, de middeleeuwen zijn toch wel voorbij, denk ik. Ja, dat klopt. Toch? Ja, dat is een die zijn voorbij. Ja. Je hebt trouw, een kleine opmerking. Anno is in het jaar, anno is in de anus. Ah, oké. Okay. Nuance. Maar desalniettemin zijn de middeleeuwen gewoon voorbij. Nou, dus moeten vrouwen gewoon zitting kunnen nemen in zo'n financiële instelling, in de directie. Alhoewel, als we Marcia de Wachter zelf mogen geloven, 40 jaar geleden, toen ze zelf nog economie studeerde, was het ook nog een heel klein beetje middeleeuwen. Ik neem aan dat dat niet direct vol meisjes zat, die studierichting toen. Nee, ook toen al was dat nog heel beperkt. En de meisjes moesten toen vooraan in de cursus zitten. En daarachter dus een leger. Om jongens, alle MeToo-toestanden de pas af te snijden. Geile bende toen, hoor. Precies, ja. Zoals het bekende spreekwoord luidt, achter iedere sterke vrouw zit een groep seksueel gefrustreerde mannen met een enorme hoogconjunctuur in hun broek. Nou, terug naar gisteravond. De afspraak. Kijk, het gaat natuurlijk over al die mannen die elkaar maar baantjes toeschuiven. Ik zeg, fuck Steven van Akkeren. Meer vrouwen in de directie van de Nationale Bank. Ik ben voor. Ook. Ja, jullie zijn ook voor. Jelle voor. Wie is er nog meer voor? Ik neem aan Miet Smet ook. De stand van zaken is natuurlijk zo dat Steven van Akker is een bekwame man. Daar is geen discussie over. En waarschijnlijk zal die benoemd worden. Oké, hij is dus heel bekwaam en hij gaat benoemd worden. Maar we moeten meer vrouwen in die directie. Kom op, Zuhal de Mier. Ik vind dat het uitgangspunt altijd moet zijn dat de kwaliteit moet primeren en niet het geslacht. Oké, dus... Geslacht is niet belangrijk, kwaliteit wel. En we hebben een goede kandidaat met kwaliteit, die het uiteindelijk wordt. Dus waarom hebben we dit gesprek dan, überhaupt? Nou, leg het nog een keer uit, Zuhal. Dat de kandidaten kwaliteit moeten hebben, dat is evident. Maar in deze, als je 7 op 7 mannen hebt, dan is net die kwaliteit van die evenwichtige man-vrouw-verdeling de garantie op kwaliteit. Helder. Denk ik. Dus, geslacht is niet belangrijk, alleen kwaliteit. Maar als je verschillende geslachten bij elkaar zet, krijg je wel meer kwaliteit. Dat is al jaren mijn openingszin in de club. Zo verzier ik al jaren vrouwtjes. Kom, laten we onze geslachten bij elkaar zetten. Dat levert meer kwaliteit op. Nou, misschien moeten vrouwen zich wel hun gedrag aanpassen. Zich meer als man gaan gedragen. Miet Smet zelf, die is het beste voorbeeld. Zij is minister van Staat, gerespecteerd politicus. Is lid van de Raad van het Bestuur van CD&V. En neemt dat totaal niet serieus. Ik zit in het partijbestuur. Maar ik ga er nooit naartoe. Ik ga er nooit naartoe. Ze hebben mij gevraagd om erin te zitten, maar ik ga er nooit naartoe. Nee, precies. Dat is hoe het moet blijkbaar als vrouw in de mannenwereld. En zij snapt dat. Maar misschien is dit een discussie die alleen maar in de hogere regionen van de maatschappij speelt. Bij de gewone man in de straat, of in het komende geval in de gewone man in het bos, is de man-vrouw verhouding volstrekt duidelijk. Ik ken elkaar 4 jaar en in het begin ook ik heel veel foto's van haar, maar dat ook puur natuur is. Geen smink, puur natuur. Maar achter 3 video had ik een paddenstoel, had ik iets anders. Trek in hoeken natuurlijk. Terug naar de middeleeuwen.